Deze week in Wat zegt het volk? Een terugblik op enkele reportages uit de afgelopen maanden. Weet de Nijmegenaar wat een shared space is en wat moeten we daar doen? Een terugblik op onze special Blinde Vlek. Wat weten we nu precies over mensenrechten? En naar aanleiding van een encyclopedie over Nijmegen peilen we de parate kennis over onze stad. Welkom bij aflevering 51 van Wat zegt het volk? Here we go! Here we go! Straks dus een terugblik op de mensenrechten in Nijmegen en komen we erachter wat men op straat eigenlijk weet over onze stad. Maar eerst gaan we naar het station waar Lina het gaat hebben over de shared space die zich daar bevindt. Shared space, een vrij nieuw verkeersconcept dat steeds meer in opmars is in Nederland. Hier in Nijmegen kennen we het al een tijdje, zoals hier bij het Centraal Station. Voetgangers, fietsers, snorfietsen en brommers, het gaat allemaal kriskras door elkaar. De theorie achter shared space is dat de verkeerssituatie veiliger wordt. Dat klinkt misschien gek, maar juist omdat er geen regels zijn, houden mensen meer rekening met elkaar. En wordt er ook minder hard gereden, zeggen ze. Ik ben benieuwd hoe er hier in Nijmegen over de bekendste shared space van de stad wordt gedacht. What the fuck say? Twitter mee over de actuele nieuwsonderwerpen via @altijdn1 met hashtag WZHV. What the fuck say? Ik merk wel dat hier dan de auto's rijden en daar de bus. Ik vind dat wel handig, want dan zitten ze gewoon niet met elkaar in de weg. Mm-hmm. Dus de bus en de auto's niet door elkaar reizen. En dan met de fiets, ja, ik vind het wel gewoon veilig eigenlijk hier. Denk jij dat dit werkt? Ja, ik denk dat het de alertheid van de bestuurders verhoogt, zodat ze juist rekening met elkaar moeten houden. Ja. Voelt u zich hier nou in dit gebied veilig? Als u hier zo loopt? Ik denk het wel. Want dit is een shared space. Dat betekent dat het verkeer geen regels heeft en dat iedereen hier elkaar zomaar kruist. Het is de tweede keer dat ik hier kom, dus daar heb ik echt niet op gelet. Maar ik kan me voorstellen dat het zo is. Ja, nou ja, je moet natuurlijk wel opletten op de voetgangers, maar je hoeft geen rekening te houden met de auto's en met de bussen. Okay. Ik vind dat wel veilig. Ja, ja, als ik weet dat er andere regels gelden of geen regels gelden, dan ben ik minder impulsief. En heb je nou het idee als je hier loopt dat je dan meer uitkijkt? Dat stuk niet, dit stuk wel. Wat denk jij nou dat hier precies de verkeersregels zijn? Het ziet er een beetje uit als ze geen zijn. Gewoon een beetje ieder voor zich. Ja, precies. Nou, soms niet. Soms zie ik wel eens taferelen en ik denk van, oh, dat gaat maar net goed. Vooral met scooters die soms heel hard hier het plein overgaan. Nou, ik vind het prima als je maar uitkijkt. We moeten elkaar een beetje de ruimte geven. Ik vind het niet altijd prettig. Nee, u voelt zich hier niet echt veilig. Nou, hier sowieso, hè. Ja. Maar ook met de auto vind ik het een beetje, ja, toch wel eens kan soms. Het is niet overzichtelijk genoeg, vind ik. Het idee is mooi, maar ik ben bang dat dat niet gaat werken. Want stel jij zit nou zelf op de scooter bijvoorbeeld, zou jij dan hier extra uitkijken? Ja, ik zelf wel, ja. Je gaat automatisch beter uitkijken, dat klopt. Ja, je gaat opletten. Nou, wij zijn studenten van de opleiding ruimtelijke ordening planologie. Dus we zijn bekend met het concept. Okay. Dus ik vind het wel goed. Denk je dat het werkt? Ja, want mensen zijn toch wat meer alert. Dus ja. Waar jij nu overheen loopt, dat is een zebrapad. Waarom loop jij niet door? Is dit een zebrapad? Dit is een zebrapad. Dus bussen moeten eigenlijk stoppen voor jou. Die bussen stoppen normaal niet. Die stoppen nooit. Nee, die rijden gewoon door. Mevrouw, ja. Wist u dat dit achter u een zebrapad is? Nee. Zou u nou gewoon doorlopen als er een bus aan zou komen? Een bus is toch wel een stukje groter dan ik. Dus als die doorrijdt. U denkt niet dat ze stoppen? Ik kijk altijd naar de chauffeur. En voel jij je hier nou veilig? Nee, je moet altijd stoppen hier ook. Ja, ik zou zeggen, je bent verantwoordelijk voor jezelf. En, maar dan moet iedereen zich wel aan de normen houden. Je moet hier altijd stoppen. Als voetganger moet je altijd stoppen, anders kan die lopen zomaar door. Ja, die lopen zomaar door. Fietsen gewoon door. Maar je hebt dus wel het idee dat je meer alert bent? Ja, zeker, zeker. Vooral hier op deze stuk en op deze stuk. En voelt u zich hier nou veilig als je hier loopt of fietst? Ja, dat nog wel. Maar met kinderen minder. Dan hou ik ze wel echt goed vast. Ja. Ik moet gaan, zie ik. Nou dat was hem ook. Doei!
Bezoek Nijmegen is de Facebookpagina van N1 voor alle evenementen, uitgaanstips en leuke weetjes over regio Nijmegen. Like de pagina en blijf voortaan ook direct op de hoogte van onze tv-programma's Wat Zegt Het Volk, N-Events en Nimmanoise. In het najaar van 2016 bracht Arthouse Lux een speciaal programma over mensenrechten in Europa. In samenwerking met hen maakten wij van Wat Zegt Het Volk de specials Blinde Vlek. Hiervoor gingen we de straat op met de vraag: wat weet Nijmegen nou eigenlijk van mensenrechten? Wat ik weet over mensenrechten? Ja. Er zijn een heleboel regeltjes waar mensen recht op hebben. Kinderen hebben recht op onderwijs, bijvoorbeeld. Ja. Dat soort dingen, ja. Dat iedereen het mensenrecht zou moeten hebben. Ja. En gebeurt dat tegenwoordig nog in deze tijd? Jazeker, maar ook te veel niet. Ja. En wat weten we over mensenrechten in Europa? In Europa? Ja. Ja, als het goed is, is het in het grootste gedeelte van Europa goed geregeld. Ja. Ervaart u dat ook zo, dat het voor de medemens, dat de grondwet voor iedereen gelijk is en dat het ook gelijk behandeld wordt? Ja, ik denk hier wel. Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland, West-Europa, hoe het verder in Roemenië en Bulgarije en andere Oostbloklanden zit, dat weet ik niet. Ja. En als we dan hebben over mensenrechten in Europa, wat weet u daarvan? Ik vind dat er nogal wat mag gebeuren, maar ik vind meer dat Nederland het nog niet zo slecht doet. Als ik naar Azië kijk en zo, dat soort landen waar vrouwen en kinderen misbruikt worden, en dan denk ik, nou, Nederland komt er nog niet zo slecht af. Ja. Maar kan altijd beter. Ik vind, als je het van twee kanten bekijkt, vind ik het heel moeilijk om... Het is eigenlijk niet te doen om zoveel mensen goed op te vangen. Dat wil ik, maar ja, hoe ga je daar dan toch mee om, zodat die mensen zich niet... toch welkom voelen. Ja. Dat vind ik een heel groot dilemma. Ja. Ik weet niet zo direct een oplossing. Nee, dat is ook een heel lastig dilemma. En ik denk, dilemma, ik heb makkelijk praten, want ik heb het goed. En ja. Wat weet u over mensenrechten? Nou, er zijn internationale afspraken over gemaakt, hè? Ja. En zijn eigenlijk belangrijk. Ja, en ook als we het hebben over mensenrechten in Europa. Ja. Wat weet u daarvan? Nou, als ik naar Turkije kijk, dan denk ik, het is verschrikkelijk. Ja. Ja. Zeker met het met Erdogan. Ja. Ja. Vindt u dat iedereen nog wel behandeld wordt volgens de mensenrechtenwet? Dat is niet. Nee. Ik denk niet overal. Nee. Ze krijgen geen advocaat en zo, hè? Nee. En misschien met alle vluchtelingen in Europa ook niet. Nou, de deur wordt toch wel een beetje dichtgehouden, hè, van een hele grote stroom mensen. Ja, steeds meer. Ja, dus dan is de grondwet eigenlijk steeds verder te zoeken. Stellen. Wat weet u van mensenrechten? Van mensenrechten? Nou, eigenlijk niet veel. Niet veel? Nee. Kan ik niet echt antwoord op geven. Nee, ook niet als de laatste erbij pakt, de vluchtelingencrisis van natuurlijk bezig is. Oh, dat, hè? Dat soort dingen. Ja, dat vind ik verschrikkelijk. Ja. Die zijn het in hun eigen land zo anders gewend dan hier. En dat kun je bijna niet overbruggen. Ook al was en is onze intentie om dat wel te doen. En dat vind ik hele lastige dingen die je eigenlijk... Die zijn een beetje onoplosbaar, denk ik. Helaas. En wat denkt u dat we als rechten hebben in Europa? Of als we zelf spreken over Nederland? Mensen hebben gewoon recht om... We hebben er niet zoveel verstand van, zeg maar. Nee. En als je dan vluchtelingenstroom, dat is afgelopen jaar, dat heb ik er mee gekregen. Ja. Vind je dat die mensen nog behandeld worden volgens hun rechten als mens? De laatste tijd niet meer. In het begin wel. Maar je merkt steeds vaker dat ze minder geld krijgen of dat mensen haat krijgen aan vluchtelingen en dat soort dingen. Doet dat ook iets met jullie? Merk je dat? Over je oordeel? Niet echt met mij persoonlijk, maar wel met gewoon het algemeen. Ik vind het gewoon niet kunnen dat je mensen zo behandelt. Ze zijn ook gewoon normale mensen en ze willen hier een soort toekomst opbouwen. Dat daar oorlog is in het land en moeten ze ook recht op kunnen hebben. Ja. Wat zegt het volk zie je elke zondag en donderdagavond op N1. Maar de reportages kun je natuurlijk de hele week terugkijken via Facebook. Ga snel naar Bezoek Nijmegen en like die pagina. Tot slot peilen we de kennis van de Nijmegenaar over Nijmegen. Vergeet Wikipedia. Op dit moment is er een online encyclopedie over Nijmegen in ontwikkeling. De makers heten Ensie en zij roepen Nijmegenaren met kennis over een bepaald aspect op om een bijdrage te leveren. Ik vraag mij af in hoeverre Nijmegen al op de hoogte is over een stad. Dit peilen we door middel van een aantal typisch Nijmeegse vragen. Wat zijn de stadskleuren van Nijmegen?
Zo. Ja. Goed, eerst goed nadenken voor je antwoord geeft. Volgens mij is het niet zo moeilijk. De kleur van NEC dus. Rood, groen, zwart. Klein hintje misschien. Zwart, groen en rood. Rood en zwart. Oh. Ja, groen komt er niet in voor. Oh, dat is bij NEC. Ja, dus ja. Ja, dat staat wel goed. Ja. Welk evenement vindt elke derde zondag van november in Nijmegen plaats? Derde zondag in november. Afgelopen zondag was die nog, hè? Ja, de Zevenheuvelloop. Ja, nou kijk, de kennis is goed, joh. Hartstikke goed. Dat was 20 november. En dat was 20 november. En dat is ook door Groesbeek heen gekomen. Ook over de Zeven Heuvelen. Oh, de Vierdaagse. Nee, dat je bedoelt van de Broeders van Limburg. Nee, dat is in augustus. Nee, dat is helemaal fout. Was afgelopen zondag nog? Nee, maar we komen niet iedere zondag in de stad. We komen alleen door de week. Ze houden niet van de koopzondag. Wat is, dat is misschien een moeilijke, Nimma? Dat is een schoenenmerk, toch? Een schoenenfabriek. Wat is Nima? Dat is, ja, we zeggen de straatnaam voor de stadsnaam Nijmegen. Wat is Nimma? Nimma. Zou ik niet weten. De straattaal, de benaming dus van voor Nijmegen. Oh, oké. Okay. Wanneer waren de Pearson-rellen in Nijmegen? Ja, in de jaren 80. Ja. Welke Nijmeegse instelling is ooit ontstaan als verzamelplaats voor hippies? Hippies, jaren 70. Ja. Beetje rare kledij, zeg maar. Geen idee. Dat zou je eigenlijk nog misschien moeten weten. Ja, staat nog steeds. Verzamelplaats voor de hippies. Nee, dat moet ik aan mijn moeder vragen. Vlakbij de Waalkade. Door een roosje. Oh, ja. Was dat voor de hippies? Oké. Okay. Ja. De oudste winkelstraat van Nederland ligt in Nijmegen. Ja. Welke straat is dit? Deze zou wel een beetje makkelijk zijn, denk ik dan, hè? Het zal iets moeilijker zijn, denk ik. Roep maar iets. De oudste winkelstraat van Nederland ligt in Nijmegen. Maar welke straat is dit? Lange Heeselstraat. Ja, goed. Ah, de kennis is nog aanwezig, toch? Ja, heel knap, heel knap. Ja, dan moet ik ook de straatnaam zeker erbij noemen. Ja? Is het niet de straat daarachter? Die naar beneden loopt? Is het de straat daarachter? Ja, dan wordt hier geschud, ja. Ja? Oké, maar gewoon... En hoe heet die? Hoe die heet, de Lange Heeselstraat. Ja. Ik vind je kennis niet slecht. Ik vind je niet kennis niet slecht. Nee, het valt nog best wel mee. Ik kom geen eens uit Nijmegen. Nee, toch pluspunten voor je. Wat is het hoogste gebouw van Nijmegen? Steepstoren. Wat is het hoogste gebouw van de stad Nijmegen? Hij is een echte Nijmegenaar. Mijn man is echt een Steepstoren. Het is de Radboud Universiteit. Dat zal wel omhoog, want hij staat hier hoog en de Radboud Universiteit ligt lager. Ja, dat is eigenlijk echt nagemeten, hoor. Ja? Ik heb het niet zelf verzonnen, hoor. Bijna goed, hoor. Er zit toch een Rotterdam, Erasmus? De Radboud Universiteit. Oh ja. Zo wordt hij ook genoemd, hè? Ja. Wat is het hoogste gebouw van Nijmegen? Hoogste gebouw? Ja. De 52 graden gebouw. 52 graden gebouw? Nee, dat is niet het goede antwoord. Goed antwoord. Hoe ik je nu weet. Radboud Universiteit. Ah ja. Ja, die is net iets hoger. Welk jaar werd de eerste Vierdaagse gelopen? De eerste Vierdaagse. Dat is toch, is dat al 100 jaar? Afgelopen jaar was de 100ste editie. Dus dan is het, is nu 2000. We zijn een paar keer hebben wat overgeslagen. 19, je moet het jaar raden, hè? Ja. 19... Dat is al een goed begin. Zeg ik dat nou niks? Dat is heel raar. Wauw, in één keer hoofdrekenen, hoor. Oh god, en ik loop de hele dag bij... 1945. Nee, afgelopen jaar was de 100ste, hè? 1906, I don't know. Nou, je zit in de buurt. Oh, serieus? Ja, 1909. Oh, dan zat ik in de buurt. Ik vind het al heel goed, hoor. Wat zijn Altrade, Grootstal en Kerkenbos? Grootstal is een wijk. Kerkenbos is een... Het antwoord is eigenlijk al goed, hoor. Is het namens allemaal wijken? Oh, allemaal wijken. Nou, dat is toch makkie, hè? Ja. Wat zijn Altrade, Grootstal en Kerkenbos? Dat zijn wijken in Nijmegen. Zijn dat wijken in Nijmegen? Ja, dat is een lastige vraag, snap ik. Een beetje een flauwe vraag als je niet uit Nijmegen komt, toch? Nee. Wat zijn Altrade, Grootstal en Kerkenbos? Dat zijn wijken in Nijmegen. Ja. Nou, de kennis is goed. Je kunt gewoon gerust weer teruggaan. Okay. Hey, dankjewel. Ja, oké. Okay. Tot zover Wat zegt het volk voor deze week. Volgende week zijn we er gewoon weer met een nieuwe actuele aflevering. Graag tot dan.